Welkom dames en heren bij de MSI Cookoff Gaming Show. Vandaag is hier je boy Happy Chef TV en zoals jullie zien sta ik niet in mijn eigen food cave, maar we staan in de fantastische eventlocatie De Kokerij in Noordwijkerhout, waar modern en industrieel samenkomen. We gaan vandaag met vier geweldige gaming streamers de strijd aan het fornuis en in de gaming scene. Zo, wie gaat er uiteindelijk vandaag de beste masterchef worden? Jullie gaan het zien in deze video. De gaming streamers gaan in teams van twee vandaag de strijd met elkaar aan achter het fornuis en achter de GE75 Raider gaming laptop van MSI. Deze laptop is beschikbaar tot maar liefst een RTX 2080 en een 9e generatie i7 Intel processor. Check even de link in de beschrijving als je meer wil weten van deze fantastische gaming laptop. Team 1 bestaat uit Achterklap en Xayos. Achterklap kennen jullie natuurlijk van de hilarische slimste mens video's op YouTube, de altijd hyped op streams op Twitch en van de vele MSI events. Ook Xayos is geen onbekende. Met haar dagelijkse streams op Twitch covert ze de nieuwste games en is namens MSI op de nodige events te ontmoeten. Denken jullie dat team 1 over de skills beschikt om deze show te winnen? Team 2 bestaat uit niet één, maar twee award-winning streamers, Pukske en Mathia. Beide dames zijn uitgeroepen tot beste vrouwelijke streamer. Pukske kennen jullie natuurlijk van de altijd leuke video's op YouTube en de dagelijke streams op Twitch, waar ze haar mannetje staat bij games zoals Call of Duty. Ook Mathia geeft ons een kijkje in haar leven, met vlogs op YouTube. En op Twitch kun je bij Mathia altijd terecht voor een leuke dag, of ze nu kiest voor een rustige game of Die Hard Rainbow Six Siege speelt. Iedere stream is entertainment en top. Beide dames zijn daarnaast ook regelmatig te vinden bij de MSI-events door het hele land. Oké, we gaan vandaag een lekkere burger maken voor deze contest. En we gaan uitleggen aan deze fantastische streamers hoe we dat gaan doen. We hebben een beetje cheddar, een beetje bacon, een beetje sla, broodje, vleeskruiden, paneermeel, een shallotje voor door de burger en voor op de burger, een eitje en een tomaatje. Dus we gaan beginnen met het snijden van een shallotje. Probeer je werkstationnetje lekker schoon te houden, dat is altijd makkelijk. Nee. En een beetje paneermeel natuurlijk. Daar wordt hij wat steviger van. Paneermeel. Dan gaat de bacon erin. Die bakken we even op het gemakkie. Die doet meestal gewoon lekker zo. Ik draai hem nog een keertje om te checken of het zo. Een pakje tomaat natuurlijk. En dan gaan we de burger erop serveren. Hoppatee. Extra uitflever. Die plakt lekker in de saus. Dan valt niet alles van je burger af. En dan pakken we de bacon. Die is nog een klein beetje warm lekker. En lekker crispy. Moet je al in. Zo. Lekker burgertje voor thuis. Basic burger met een beetje cheddar. Lekker sausje. Dus let's do this. Let's get it in, baby. Oké, de smaak is natuurlijk ontzettend belangrijk bij deze heerlijke burger, maar de presentatie is natuurlijk net zo belangrijk. Dus wil jij ook een XL Lucky winnen, dan kan je stemmen op één van deze twee burgers en dan pakken wij er één uit de stembus die de XL Lucky thuis opgestuurd krijgt. Denk je thuis beter te zijn in de game Overcooked 2 dan deze geweldige streamers hier zo? Zorg dan dat je aankomend weekend al, 14 december, aanwezig bent op de MSI Experience Day, dat je kaarten koopt om het tegen ons op te nemen. Je kan geweldige goodies winnen van MSI, van mij, en het gaat gewoon een topdag worden, dus zorg dat je er bent. Oké, jullie hebben net gezien hoe ik deze basic burger heb gemaakt, een heerlijk burgertje. En jullie gaan het natuurlijk tegen elkaar opnemen op de GE75 Raider MSI Gaming Laptop met de game Overcooked. We gaan 6 verschillende categorieën hebben en 6 potjes waarin jullie spelen. Dus jullie kunnen door die 6 potjes ingrediënten verwisselen bij elkaar, waardoor jullie het elkaar zo moeilijk mogelijk kunnen maken. Dus ik zeg let's go, play the game en ga niet verliezen. En aan de laptop kan het niet liggen uiteraard. Weten jullie met het wisselen van alle ingrediënten toch de lekkerste burger te maken? Dan kunnen jullie de XL Lucky winnen, een hartstikke leuke MSI knuffel. Maar saboteer niet te veel met de ingrediënten, want de verliezer mag allebei de burgers opeten. Dus ben je serieus de sjaak? Eet smakelijk, hè, Puk? Enjoy. Oké, we gaan beginnen met de eerste match. En dat is de eerste categorie is broodjes. Dus we hebben hier het gewone hamburgerbroodje. Daar gaan we mee beginnen. Maar als je wint, kun je natuurlijk swappen voor een lekkere bagel. Een stukje stokbrood. Of een burger met beschuit. So I say good luck. Let's go. Zijn jullie er klaar voor? Let's go. Okay, waarschijnlijk niet, want ik heb deze game nog nooit gespeeld, maar het komt goed. Komt goed. Teamwork, hè? New friends, bro, dus komt helemaal goed. Kom maar.
Welke wordt het? Oh, sushi shit. Oké, oké. Spannend. Oké, let's go. Oké, give me rice. Give me rice. Ik heb een rice hier. Komt ja, ik maak de rice. En snij alles. Deze. Ja, weet eigenlijk wel wat ik moet doen. Ik heb maar een kort. Die kan je ook. Oh, wat is een tien? Hier is het nog een kort. Oké, maar hier. Nog gaan. Ja, deze leg ik hierin. Ik heb zijn gedaan, wij zijn er nog niet. Ja, rijst is erin. Breng hem van hier rijst. Dan zie je er gelijk in. Je moet mij even zingen. Ik heb weer gevoerd. Komt stil voor groot. Ja. Oké, deze chop ik. Chop. Ja, rijst. Voor je weet. Oh, net de tijd. En deze hierin. Ik heb hem erop gelegd. Maak je nieuwe rijst? Ja, die moet je erop leggen. Ik kan hem halen. Ja, ja. Mag gewoon wat pakken. Pak jij de rest. Breng mij toe naar hem. Hier, dit is het bord. Ja, leg hem hier. Bord. Hier, deze bord. Ja, ja. Kom. Leg hem erop. Breng even nog meer tuna in de shrimp. Ik ga gewoon dingen snijden die ik niet hoef te snijden, maar misschien kun je het direct doen. Die kan je brengen? Ja? En nog meer tuna? Ja, ja. Nee, ik moet de andere nog op. Die blauwe. Ja, die heb je. Oh ja, die komt er nog aan. Ik pak het bord. Ja, pak de bord. Ik pak dit. Ja, top. Ja, kom op. Ik pak hem. Ik heb geen nog gehad. Alleen weggooien. Oh, wacht. Ja, het zit wel. Ja, hey, voor onze eerste keer. Jullie hebben het ook zeker goed gedaan, hoor. Ja, het is maar 3 gerechten verschil. Maar dat komt wel goed, geen probleem. We houden gewoon de keuken aan. Tukske, Mattia, jullie hebben de eerste ronde gewonnen. No stress, wat gaat het eerste ingrediënt worden wat jullie gaan swappen? Het eerste wat wij voor onze tegenstander gaan swappen. Ja, hier waren we vrij snel over uit met z'n tweeën. Dit wordt wel, omdat we dat ook gewoon grappig vinden hoe dat eruit gaat komen zien. Is wel het beschuitje. Ja. Good choice. Oké, de eerste ronde is gewonnen door Mattia en Puk. Dus we gaan nu kijken naar de volgende categorie van ingrediënten. We beginnen met de basic. Vleeskruiden. Dan gaan we het spannend maken. Viskruiden. Dan hebben we hier kaneel. En als laatste ingrediënt om te wisselen hebben we chilipeperkruidjes. Ik leg deze even daar. Nee, geef aan mij. Je moet aan mij geven. Ik moet jou even. Ja, maar wacht. Ik moet jou even. Deze zo. Ja, we hebben maar 2 plekken. Weet ik, maar ik moet alles van deuren. Jij moet alles geven. Ik ga de ingrediënten elke keer. Ja, doe je zo. En dan als je. Bam, 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 bam. Hier. Zeker friet. Friet en kip. Laat daar iedereen van. Lang niet in. Ja, in de bordjes. Nee, dat is niet houden. Dit is het.
Ik heb aardappelen in de midden. Ik moet aardappelen hebben twee keer en een keer. Ik kan hem niet eens doen. Dus die zit al vol. Kijk, daar hebben we eigenlijk al. Ja. Ik heb geen bord. Wat zijn de borden? Je hebt mijn dingen weggegooid. Welke? In het midden liggen. Je moet borden hebben. Ik zie niet aardappel. Ik zie niet aardappel. Zet er ik weet niet wat het is, maar dat hebben we nu niet nodig. Zet die aardappel. Zet die aardappel, rest. Ja, zet die hier. Oké, dus hier is mijn. Ja, ik heb borden nodig, maar waar zijn de borden? Ik heb geen borden meer. Ja, wij zijn meer dan maar. Het is klaar. Hoe gooi je het? Opgeven, ik kan niet. Oh, je moet ze wassen. Niemand zegt dat ook. Ik heb friet geworden. Oké, ik was dit. Ik was dit. Heb jij de frietjes? Hier heb ik een bord. Hier, pak een bord. Ik weet niet wat de woorden zijn. Kijk maar niet naar de woorden. Die heeft een kip met een bord. Kip alleen, dan kip alleen. Ja, volgende keer heb je. Oké, klaar. Oh, net niet. Oh, die order bedoel je? Ja. Order speelt 4 keer. Ik had ook, wij hadden ook meer moeite met deze dan die andere. Hoor. Ja, meer moeite. Jullie wisten dat hoe je moest afwassen. Ja, en dat is omdat je het vaker hebt gespeeld. Mattia en Pukske hebben ook de tweede ronde gewonnen. Dus wat gaan jullie kiezen, dames? Ook deze hadden we al over nagedacht, hè? Ja, dit, maar over deze voel ik me een beetje schuldigheid. Dus ik hoop oprecht echt dat jullie het niet erg vinden. Maar dit vind ik toch te leuk om het niet te doen. Dus ja, jullie krijgen de viskruiden. Sorry. In welke auto reed jij? Want misschien als je banden lek zijn, is niet mijn schuld. Dus kruiden pakken weg. Oké, we gaan door met de viskruiden voor Erin en Kim. En de derde categorie ingrediënten gaat worden... Eerst uiteraard de basic ijsbergsla. Dan kan er gekozen worden uit boerenkool. Oeh la la. Rucola en andijvie. Ouch, dat gaat een lekkere burger worden. Maar dat is alleen als je het dus heel... Wat is dit? Buffet balloon? Oh, dat krijgen we ook gewoon deze. Oké, wij zijn... Jij bent rechtgelopen. Ik ben deze. Een hamburger. Wat moeten we doen? Oh, wat een hamburger. Hamburgers, nou. Dit moeten wij kunnen. We hebben brood en vlees nodig. Waarom moet je hier? Hier is kaas. Hier is kaas. Oh, Je moet schrik stelen van elkaar. In de pan of zo? Oh, hier voor tekst? Nee, dat is prullen. Ik moet mij ook vlees eerst zijn. Wat is mijn vlees? Ik heb kaas. Vlees. Ja, je hebt je boot. Nee, heb je het toch? Waar is het vlees dan? Ja, dat doet hij niet. Kijk, klik erop. Er moet schijn. Ja, wel eens schijn. Oh, ja. Okay. Ja, dan moet je... Wacht, ik ga het vlees pakken. Ik pak gewoon aan het vlees. Ja. Maar toch anders. Dit is echt goed. Oh, dan gaan we vlees. Er komt ook nog een keer een vogel aan, ja. Ja, doei. Dit is gewoon... Rick. Waarom legt hij hem nu niet op? Hamburger kaas. Ik kan hier ook niks meer van maken. Hier, leg maar. Dat is echt een luisteraar. Oh, hier legt een pan op de grond. Oké, wacht. Je legt deze op de grond. Nu kun je dus geen kaas maken. Ik pak die pan van de grond. En dan doe ik deze. Oh, oopsie. Die is van ons. Afblijven. Hoe lang moet die burger gebakken worden? Want... Oh, dat is de kaasplak. Oopsie. Hier, kaas. Wat is dit? Broodje burger. Oh, ik heb kaas nodig. Ik maak deze orde van kaas. Dat kan dus niet meer op. Ja. Jou wel. Want dan je ja, dit is gewoon ring. Burgers. Oké. Okay, die hebben we. Hoe pak ik hem eraf dan? Ik kan nog gewoon die burger. Ik kan nog gewoon die vleesje kopen. Ik heb die kaas, deze burger weg. Brood. De brood dan weer. Hoppa, let's go. En dan moet ik tomaat hebben. Oh, vlieg van de map af. Jezus. Dit is echt goed. Fucking hell. Wat is er voor gezegd? Kip, doe iets. Ja, hallo. Als wij zo meteen...
Heb ik er één? Oh. Ik weet niet, ik kon het niet eens halen! Oh my god. Hoe heb je er maar drie? Drie punten! Ik weet niet eens waarover, we hebben iets gegeven. Oh, we hebben gegeven voor iets wat we niet eens hebben afgeleverd. Ja, oké, en ook de derde ronde is gewonnen door Pukske en Mattia. So let's go, kies jullie ingrediënt om te swappen. Dat wordt steeds erger, hè? Hoe komen jullie er ook bij? Ja, wat een burger gaat dit worden. Ja, we gaan gewoon lekker voor het allerviesste. Ik wat vind ik het sowieso vies, allemaal ja, vies. Dus ja. Wat ik het vieste vind. En dat is wel boerenkool. Van ja, deze vier. De boerenkool? Ja. Oh. En boerenkool het is. Nou ja, no worries. Jullie gaan weten er wat nog van maken. Niks. Ik weet oprecht zeker dat jullie er toch nog iets van maken hoor. Dat ja, sowieso. Dat komt goed. Het is maar boerenkool. Dat eet je ook gewoon bij een stamppot. En vlees. Dus dat komt... Dat komt zeker goed. And there we go met categorie 4. Hebben we natuurlijk de cheddar van de Basic Burger. Maar dan gaan we het extra leuk maken met some Danish Blue. Oeh, een beetje brie. Ah. En de volgende is smeerkaas. Dit zijn echt van die tata dingen waar ik gewoon niet aan denk. Oké, we zijn er. Nee, weer die kut man. Ja, fuck off. Oké, nu kunnen wij. Ja, nu kunnen wij het nog steeds zien. Ah, wacht. Hier, snijkebak. Waarom geef je hun een burger? Kim! Dankjewel. Kim. Oké, ik ging vlees. Ik ga vlees halen. Hier, kom. Hier. Hij heeft vlees ligt op de grond. Ja, waarom leg je burger op een snijplank, Kim? Ja, snij die. Ja, ik wil niet op snijden. Doe dat nog niet. Ja, snij. Oké, leg je even hier. Deze leg je op de grond. Ja, maar laat die liggen. Nee, niet op de grond. Deze kan even hier. Hier. Wat heb je nou? Watermaat. Oké, hier. Nee, gast! Jullie, echt serieus naar beneden? Met die burger die daar was. Onze enige punten die we ooit gescoord hebben. Oké, nog een keer. Ze hebben al 200 punten, wat is dit? Oké, focus even van links naar rechts. Slaan. Oh, ja. Kijk dan, vlees en brood. Heb je gewoon vlees? Ja, ik ben aan het maken. Hier. Alleen nog burger. Ja, hier. Oké. Je hebt de pan terug, ga die brengen. Oké, okay, breng mij vlees. Vlees? Ik ga wel vlees aan. Ik ga twee keer vlees opgooien. Waarom hebben wij niet twee keer vlees? Oké, breng vlees. Breng vlees. Je hebt 400 punten. Kijk, vleesbrood. Kijk, vleesbrood. Vleesbrood. Overal moet vlees. Ja, hier is vlees ook. Oh, ik ben van hem afgevallen. Pak die kip! Nee, maar eentje is alleen vlees. En leg die op brood en breng die binnen met kaas. Nee, dit is geen brood. Wat ja, is deze bord? Waar moet een bord? Ja, dat is een fucking great. Oké, kijk, hier. Die recepten kan je ernaast leggen. Pak ze het bord. Oké, goed. Is dat een bord? Ja, dat is een bord. 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 Hé, nee, hier moet weglopen. Niet vlees. Waar is het bord? Oh, die borden liggen links. Hier. Ja. Kijk hier. Hier naar de bord. Hier naar de bord. Oké, stuur die op. We zijn die. Oké. Het lijkt me zeker helemaal erg. Bord met brood. En fucking kruis. Ik vind het niks. Ja, chop dat. Waarom gooi je het weer naar hun? 600 punten. Oké, meisje. En ook de vierde ronde is gewonnen door Mattia en Pukske. On a win streak. Let's go. Wat wordt het volgende ingrediënt? Ja. Ja, dit vind ik. Ja, ik lust ook zeg maar één van de vier weer. Dus, ja, jij lust eigenlijk alleen maar smeerkaas, denk ik. Nee, de cheddar. De smeerkaas, daar hou ik. Ja, nou, die blauwe schimmelkaas is echt super lekker. Dat doe ik zelf wel eens op een burger. Oh, dus ja, die lijkt mij echt. Dus ik wil ze niet een te lekkere burger geven. Dus kom ik op, dames. Kies. Smeerkaas krijgen jullie. Smeerkaas. Top, dus, okay. Want smeerkaas is gewoon letterlijk gesmolten cheddar. Thanks, dit is nog makkelijk ook. Smeerkaas is gonna be. Oké, onderweg naar de volgende categorie. We hadden natuurlijk als basic hadden we de tomaat. Prachtige tomaatjes. En we kunnen dan swappen voor de jalapeno peppers.
En de volgende keuze is radijsjes. En dan hebben we nog een keuze. Tadaa, een aubergine. Zo, wat gaat het worden? Nieuwe map, leuk. Ze zijn gewoon hype. Wat moet ik nou doen? Ik heb jouw flexie. Jij moet die bakken. Ah, fuck! Nu moet je bakken. Ik ben dood. Ja, ik ga alles doen. Waarom moeten wij helemaal daarheen lopen? Waarom moeten wij naar jullie area? Dit is echt zo laat. Ja. Nee, oh shit! Oh mijn god. Oh, hij wisselt. Kan ik haar niet saboteren? Nee. Ga maar, of niet? Vlees moet hier. Ja, nee. Gooi die vlees terug. Gooi die vlees terug. Gooi die vlees terug. Ja, hier is hard pakken. Oké, dan moet champignon. De pasta moet gewoon blijven koken. Champignon. Nee, champignon. Champignon. Heb champignon gechopt? Daarna heb ik denk ik vlees van zo. Nog meer champignon gechopt? Hier, hoppa! Pak die pasta hier. Pak net weer een. Pak die pasta. Dit is pak. Dit is pak. Dat is pak. Vlees met. Ja? En dan pak ik twee. Aardappel met champignon met tomaat. Deze jatten. Ik hoor het wel, wil je ze jatten? Ik jat niet. Zijn er ook gewoon niet in jatten? Hoppa, kijk. Nee, want ze hebben geen pasta. Ik heb hier een bord. Ik maak niet uit. Wat doen? Hier, man, dat is stressvol. Oeh, in de winning row. Ronde 5 is weer gewonnen door Mattia en Pukske. Dus wat gaat het worden, dames? Welke gaan jullie swappen? Nou, ik denk dus dat alle vier niet zo heel erg zijn in dit geval. Maar ik, nogmaals, ik met een superveel verstand. Ze vonden alles zo leuk. Jullie vinden eigenlijk alles goed, dus dan de radijsjes? Ja. Ja, top. Top. Radijsjes gaan het worden dan. En we gaan naar de laatste keuze. Het sausje voor de burger natuurlijk. Hier hebben we een heerlijke barbecue saus. Dat was de basic. Dan gaan we voor een spicy ketchup saus. Een mosterd, een grove. En een lekker gezond een sla sausje. Ja, precies. Ja, het is eigenlijk een beetje... Nee hoor, wij stelen helemaal niks. Oh shit, ik gooi die pula. Wil je het over? Rijst? Ik kan die ook midden opleggen ofzo. Top. Ja. Ga achter die bord aan. Pak dat bord. Ja. Studio op. Het bord staat op de bank. Tuna komt eraan, ik kan er nog niet bij. Oh, ik moet weer die alles. Wacht op tuna, tuna is hier. Oh, die oude is al aan je vis, let's go. Deze. We zijn al fijn. Eindelijk lekker. Oké,
heb rijst. Ik heb geen bordje. Ik heb geen bordje. Er ligt één bordje. Pak bordje. Hier. Ik heb nog één gekozen. Ga je voor je? Nee, ik kan niet. Breng jullie. Hier, geef me ook een mijn rijst. Ja, zet maar gewoon op de band. Hier, ik moet alleen die rijst. Ja, hier. Luister op, opzoeken. Oké, jullie kwamen goed dichtbij hoor. Ik heb het goed wel. We waren in de buurt. Maar. Ja. Maakt niet uit. Ja. Maakt niet uit. Sommige mensen noemen dit een clean sweep. We hebben gewoon wel kansen. Ja, dit is wel echt een kans. Ik had dit niet verwacht. En ook de laatste ronde is gewonnen door Pukske en Mattia. So, let's go. Welk product gaat er weer geswapt worden? Nou, als we nu weten welke producten er allemaal komen, ja, denk ik dat het echt vies is om de mosterd bij te doen. Dus we gaan voor mosterd. Yes. Oké. Okay. Okay. Mosterd is gonna be. Zo, we gaan even door naar de commercial break. Tot straks. We gaan starten met het koken van de burgers. Alright. So let's get it in, baby. Let's go. Oké. Ja, kunnen we beginnen? En een afvalbakkie. Zo. Hoor ik daar, je kunt dit, Mattia? Ja, dat doe ik. Je moet wel iets doen, hè? Ja. Ik heb een broodje. We verwachten van jou ook als we terugkijken hoeveel skills er zijn. Ja, ik wil wel de pleur cooking skills. Ja, hou ik maar de rustig in te laten met mijn partner. Dat is echt goed. Dankjewel, Mattia. We willen gewoon haar ook ondersteunen hier. Dat ik ga bij de burger de viskruiden. Dus dat is gewoon eigenlijk omdat de viskruiden, daar zit niks speciaals in. Dus, alleen dille is die extra toevoeging voor de viskruiden. En peterselie. Ja. Maar we hebben hier ook wat peper, dus die doe ik erbij. En dus de smaak is dat bestemd. En dat. De viskruidjes. Ik denk sap. Zal ik hem nog eens doen? Oeh, kijk hem gaan. Kijk hem gaan. Zo. Ziet er goed uit, man. Ja, we zijn wel met de hand aan het kneden, maar ik heb mijn handen wel gewassen. Ja, neem ze alleen maar goed. Ik moet mijn grenzen. Ligt het een beetje met de basic burger? Nou, ik ga dus. Jij gaat de grenzen. Ik vind het wel fijn, want ik heb lange nagels. Goed bezig, kijk, de grenzen worden verlegd hier zo. Hier, kijk wat ik heb gedaan. Dus ik heb een soort kuipje erin gemaakt. Zodat je straks daar een saus in krijgt. Ik vind hem voor wat vochtig nog. Dan kan je er altijk nog een beetje paneel extra doorheen doen als je dat wil. Paneel. Ja. Dat neemt het vocht een beetje op. Ja, ik zou het graag doen, maar. Nee, dat wordt lastig zo, inderdaad. Ja, doe maar wat meer.
gevoel dat het meer mag. Kijk, het wordt gewoon op gevoel gekookt hier zo, hè? Lekker. Lekker bezig. Hey, heel mooi. Hey, gaan we neer. Ga ik weer met de plaat leggen. Yes, yes. Big boy burger. Hey. Let's go. Big boy. Ik ben trots hier zo. Ziet er goed uit. Ja, ik moet echt even. Oké, je hebt hier al. Ja, daar zit. En dan het audio. Ja, toch? Ja. Geheime ingrediënten hier zo. Ja. We zijn hier iets bij aan het maken. Smaakt goed. Oh, dat is. Sowieso, sowieso. Nou, hier eten nou niet zo'n oude kaasje, maar gewoon lekker beetje los. Je kan het zien, het lijkt gewoon van roodig. Kijk, en hoe langer je roert, komt er lucht bij de kaas, waardoor dat het zeg maar... Ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Nee, lekker bezig hoor. Ja, ziet er goed uit hè? Ja man. Niet? Ja? Dat hoeft hij niet hoger. Heel olie? Ja, hij kan niet hoger dan dit, helaas. Ja. Nou, dan had ik deze. Ja. Ja, deze kan. Dus helemaal op tijd om te gaan ik gooien. Hebben ergens een tijd? Nee. Oké, hebben niet. Niet makkelijk gaan maken. Ja, precies. Lekker krokante bacon. Ja, we gaan niet meer. Ik heb hier dan blijven. Die blijven hier nog heel lekker warm. Dan gaan we even blijven van die pan afbreken. Goed, heel goed. Ik ben gewoon de burger, vrouw. Ja. Ik heb gewoon die burger opgenomen. Lukt het? Oké. Ik denk dat als je hem iets meer naar hier toe trekt, je burger, dan gaat hij wat sneller. Oh, ja, ik zie hier inspiratie met een kleine boerenkoolsalade. Ja. Dan gaan we onze, hoe noem je dat? Ons sausje gaan we er wel aan toevoegen. Normaal hadden we dat niet in gedachten, maar we gaan het toch doen. Omdat het zeg maar nog een iets steviger structuur krijgt. Ja, ik vind het een leuk idee dit. Wat gebeurt er als je er nog op tikt, hè? Het blijft warm. Oh ja. Want anders gaat de onderkant eraan. Ja. Je kan ook want de pan hier, die staat uit, hè? Die kan zeg maar in de pan liggen. In de pan liggen. Maar dat moet wel een ding aan maken. Is het niet erg? Dan doe je eerst een randje. Kan het? Kom helemaal goed. Ja. Ik zie dat Pukske wat vaker in de keuken mogen staan hier. Inderdaad. Echt hè? Oh, de bacon moet er misschien. Ja. Ik zou eerst. En er moet ook een ui op. Wat we zelf willen. Daarom wou ik zeker eerst. Je kan het. Gewoon doen, niet denken maar doen. Hoppatee. Oh, wat een shot. Lekker hoor. Zo, kijk eens aan zeg. Ik zat te denken. Hey, respect voor met die ingrediënten zo. Ja. Ja. Alleen de vraag is, gaat het smaken? Ik ben heel erg benieuwd ook bij jullie hoor. Het ziet er gewoon smakelijk uit hoor. Top. Nou, we hebben ons best gedaan. Wel knap ook dat we ongeveer tegelijk klaar zijn. Dat het niet, goede timing hier. Oké, de teams hebben het fantastisch gedaan. Ik zie hier twee prachtige burgers. Wil jij ook stemmen welke de burger in jouw mening het mooiste is? Klik dan hieronder op de link. Vergeet niet je e-mailadres in te vullen. En misschien word jij dan ook wel een winnaar. Oké, ik ben trots op jullie. Fantastische burger met de ingrediënten die jullie hebben gekregen. Vertel er eens over hoe dit ontstaan is zo. Nee, we hadden natuurlijk een beetje ongewone ingrediënten gekregen. Dus we hebben geprobeerd om ze zoveel mogelijk samen te brengen. Waaronder ons smeerkaas mosterd sausje. En we hebben de broodjes, de beschuitjes eigenlijk, want ja, lastig product om mee te werken. Maar we hebben die nog een klein beetje door de bacon gehaald, door het boter. Waardoor die dus ook een beetje een bacon smaakje heeft gekregen. Sounds good. Daarnaast hebben we het gehakt, gemixt met een klein beetje ui van de shallotjes die we kregen. Om nog meer smaak toe te voegen aan het gehakt, zeg maar.
Daarnaast hebben we dus de boerenkool. Daar kun je eigenlijk niet heel veel mee. We waren eerst aan het twijfelen om die misschien in de burger te doen. Dat is ook een optie geweest. Maar toen kwamen we erachter dat we spek hebben. Dus boerenkool met spek en eigenlijk een hamburger erbij komt een beetje Hollands neer als een stampotje. Maar dat hebben we apart gedaan met een klein beetje van het kaassausje om onze salade slash groente wat meer structuur te geven. We hebben erboven ook mooi afgedekt met de radijsjes. En mensen gaan zich afvragen, ja, er zit groen tussen, maar jullie hebben geen sla gekregen. Wat heel weinig mensen weten is dat als je radijsjes krijgt, dat de bladeren van het radijs, zeg maar, eigenlijk gezonder zijn dan de radijzen zelf. En je kunt die mooi gebruiken om te dresseren. Heel origineel en goed overdacht. Ja, toppetje. En ook hier zie ik een prachtige burger. Ik noem het wel een big boy burger. Dus hoe is het? Dat heb je heel goed gezegd. Want ja, grote man, grote burger, dachten wij. En we wisten ook, je houdt van juicy. Dus daar hebben we ook heel erg veel rekening mee gehouden. Ja, we hebben natuurlijk de standaard burger. Dus dan kun je niet iets origineels mee zien. We hebben niet heel gek moeten improviseren. Nee, maar we hebben wel wat we zelf, wat ik heel lekker vind en mijn vriend ook heel lekker vind, is een gebakken ei op zijn burger. Dus die hebben we gewoon nog even toegevoegd. Ja, dat zag ik. Ook lekker. Ja, smeuïg van. Heerlijk. En we hebben een heel speciaal ingrediënt. Liefde. Dat is het belangrijkste. Dat is echt eng, want dat hebben we niet voorbereid. Hey, toppetje, toppetje. Ja, top. Ja, maar dat zul je ook proeven. Let's cut this burger. Ik ben zo benieuwd. Ja, is het gaar. Ja, is het goed? Ja. I can't wait. Oh, ja, die wil je toch? Oh, die gaat makkie. Ja? Ja? Ik mag natuurlijk eigenlijk niet met volle mond praten, maar... Big boy burger. Big boy points. Goeie hey. Burger. Nou, oh, nice. Juicy. Zout genoeg. Ja? Bacon is goed. Kaas is goed. Eitje doet wat extra's. Mijn burger valt in het niets, dus ik zeg toppetje. Oké, let's go. Voor de special burger. Gewoon lekker met je handen, denk ik. Nou, eigenlijk wel, hè. Ja. Ja. Het is wel een challenge met eten. Mijn schuit natuurlijk ook. Okay. Ja. Ja. De crunch is real. Ik moet zeggen, het is ook een lekkere burger. Ja, respect. Ja, knap hoor. Oké, en deze keuze gaat ontzettend moeilijk worden. Maar twee top burgertjes hier zo. Maar we gaan toch een winnaar kiezen. En de winnaar is... Tukske en Mattia! Let's go! De Luckies! Gefeliciteerd dames! Oh. En toch respect voor de burger zo hoor. Ik zweer, ik ga hem proeven. We hebben ons best gedaan. We hadden niet veel om uit te kiezen. Maar Ik ben trots op. Ik vind het ook echt dat het echt goed. Ik had dit echt niet verwacht. Oké, bedankt voor het kijken allemaal. Het was ontzettend gezellig en een leuke ervaring. En de thuiswinnaar die wordt de 16e bekendgemaakt op de MSI Benelux Instagram. Dus tot de 14e. Bye bye. Oké, dames en heren, wat een fantastische dag was het weer vandaag. Ik wil jullie nog even wat super gaafs vertellen. Ik ga in samenwerking met de kokerij een fantastische workshop organiseren. We gaan er een geweldige dag van maken. Hieronder in de link kan je erop klikken om te kijken wat het inhoudt. En ik zeg, koop je kaarten en let's do this together.